Goedemiddag, beste collega's. En welkom op de presentatie van Jelle Verschelden en Ken Schepens. Wij zullen het hebben over toegangscontrolesystemen, zoals de titel het zelf zegt. En we zullen hier dus een woordje uitleg over geven over de verschillende vormen hiervan. Wat dus zeker een FM-onderwerp is. Niemand heeft het natuurlijk graag dat zijn auto beschadigd of gestolen wordt op een parking, vooral als men ervoor betaalt. Het is vanzelfsprekend. Maar natuurlijk is het niet zo makkelijk te beveiligen, maar daar heeft men iets voor uitgevonden, namelijk de toegangssystemen. Hiervoor kan men dus diverse apparatuur plaatsen die ervoor zorgt dat enkel mensen op de parking komen die ervoor toegang hebben. Een van deze systemen is een slagboom. Een slagboom is een afsluitingsmechanisme dat dient om controle uit te kunnen oefenen over het gebruik van een doorgang of een toegang. Andere benamingen die worden gebruikt zijn afsluitboom, hefboom en barreel. Er zijn zowel handbedienende slagbomen als slagbomen die door middel van een aandrijving worden bewogen. Deze zul je dus ook vaak terugvinden op parkings. Dit om te belemmeren dat er auto's zouden kunnen parkeren op bijvoorbeeld een privaat parking, omdat deze slagboom ervoor zorgt dat zij geen toegang hebben tot de parking. Maar ook omgekeerd om er af te geraken. Bijvoorbeeld een auto op een openbare parking wil na het parkeren er terug afrijden, dan zal men moeten betalen en de slagboom zal enkel opengaan als de persoon in kwestie betaald heeft. Het is dus een zeer efficiënt apparaat. Een ander veelgebruikt en toepasbaar systeem in plaats van de slagboom is het paaltjesysteem. Hiermee maakt men gebruik van paaltjes die in de grond kunnen schuiven en dus zo toegang verlenen aan auto's die hiervoor recht hebben. We gaan het natuurlijk niet enkel hebben over parkings, maar ook kamers of huizen, gebouwen moeten beveiligd worden met een bepaald systeem. Hiervoor heeft men het slot. Het is een mechanisme waarmee een bepaald voorwerp of een bepaalde kamer, gebouw kan worden afgesloten. Enkel de personen met een sleutel kunnen dan de kamer of het gebouw binnengaan. Maar natuurlijk, tegenwoordig zijn er al andere middelen uitgevonden om gebouwen, huizen, kamers te beveiligen. Zo zijn er camerasystemen, later zullen we ook codesystemen zien. En ja, technische high-tech apparatuur. Een van deze is de kaartlezer. Hier ziet u duidelijk op de foto dat men een kaart houdt voor een scanner. En die zal toegang verlenen als de kaart valide is. Dus de deur zal openen. Dit is niet meer zoals vroeger dat men gebruik maakt van een sleutel om de kamer te openen. Maar dit wordt niet alleen gebruikt om deuren te openen, maar ook om toegang te verlenen tot een computer, voor te betalen door middel van creditcards en bankpasjes. Betalingen bij parkeergarages en voor het openbaar vervoer zijn ook allemaal mogelijk en ook opslag en overdracht van databestanden. Op deze foto wordt het gebruikt om een bepaald bedrijf binnen te gaan en hiermee zal men ook direct men aanmelden. Het is dus eigenlijk een badge reader, wat in een volgende dia nader zal besproken worden. Dit zijn de pasjescontroles die men gebruikt in bijvoorbeeld metro's of tramstations. En hier zal men dus eerst mijn kaartje moeten tonen en dan pas zal er toegang verleend worden. Alleen, ik weet het, er zijn geen ijzeren obstakels weergegeven, maar die zitten er nu in. Het toestel staat namelijk af. Als men dus zijn pasje getoond heeft, zal het apparaat toegang verlenen en zal men naar zijn tram of trein of metro kunnen gaan. Dit is dus een fameuze badge reader. Badge reader zorgt ervoor dat als men 's morgens gaat werken, of zoals de net weergegeven voor het treinstation, zal men een bepaald pasje voor het toestel houden en die zal dan een piepje geven. En uw naam, als het op uw werk is, zal er uw naam verschijnen.
en zal men weergeven dat men dus aangemeld is. Dit is zeer makkelijk om een duidelijk zicht te krijgen op wie er te laat of ja, goed op tijd op zijn werk was. En wie men dus zal moeten straffen of wie men zal moeten belonen. Een ander systeem is het codesysteem. Hiermee maakt men gebruik van een code, meestal uit 4 cijfers, om een gebouw of kamer of dergelijke binnen te gaan. Dit kan ook toegepast worden thuis en andere dergelijke omgevingen. Het draaihek zorgt ervoor dat de personen maar langs één richting kunnen binnengaan, omdat namelijk de rechterzijde is afgesloten met een tralies. Dit draaihek kan men eigenlijk ook verkleinen en meer geautoriseerd maken en zo bekomt men dit apparaat. Dit is een veelgebruikt systeem om ook personen maar in één richting door te laten en ook met een soort telsysteem. Als laatste wil ik het nog even hebben over de vingerafdruklezer. Dit is het meest recente en ook meest nauwkeurige systeem om mensen door te laten. Omdat men gebruik maakt van vingerafdrukken, is het eigenlijk onmogelijk om iemand door te laten die geen toegang heeft. Met bijvoorbeeld een pasje kan het zijn dat je het pasje op je bureau heeft laten slingeren en kan iemand anders het misschien gebruiken om ergens binnen te gaan. En dan zijn we aan het einde gekomen. Dit was het filmpje van Jelle Verschuilen en Ken Schepens voor de AVM-taak. Bedankt voor jullie aandacht.